En dan gaat ons vertellen hoe dat probleem op te lossen is. Precies. Dankjewel. Goedemiddag allemaal. Ik kan gewoon Nederlands praten, neem ik aan. Anyone who wants to speak in English? No? Good. Volgens mij in 2019 heb ik hier ook gestaan met een verhaal over FIDO en WebAuthN. Dit is eigenlijk een soort vervolg erop. Ik zal zorgen dat het verhaal kan volgen zonder dat je die presentatie gezien hebt, hoor. Maar ik ben gewoon benieuwd. Wie van jullie kan zich daar iets van herinneren, dat hij daarbij was? Oh, nou, het beste verhaal. Dus, daar hele korte samenwerking gaat sindsdien veranderd is. Er is namelijk deze maand nog van alles gebeurd op het gebied van FIDO. Dat is een versnelling geraakt. En dat heeft te maken met het, het vervangen van wachtwoorden door iets wat beter is. En dat wat beter is, nou, dat is precies waar FIDO over gaat. FIDO probeert daar een oplossing voor te vinden. En daar hebben ze een hele grote stap in gemaakt dit jaar. En dit is de cliffhanger voor het verhaal, want daar ga ik het over hebben. Dus even kort, wat is de strekking van dit verhaal? Allereerst is er een nieuwe term die rondgaat, namelijk passkeys. Hiervoor over ingewikkelde termen als FIDO credentials, discoverable credentials en passwordless flows. En dat is eigenlijk een soort, namelijk passkeys als vervanging voor passkeys. Hebben we iets beter? Dat zijn dan passkeys. Dus de vraag is even, wat is nou precies een passkey en wat heeft dat met FIDO te maken en hoe werkt dat allemaal? Er zijn wat nieuwe technische termen voor, namelijk single device credentials en multi-device credentials. Jullie kennen wellicht dit soort veiligingssleutels. Yubico produceert de sleutels van Yubico sleutels. FIDO is een open standaard, dus er zijn meerdere vendors die dit soort sleutels maken. En dit zijn de dingen die, die Rudy bijvoorbeeld gebruikt. Rudy is de ideale Yubico klant, want die heeft er gewoon 5 zelfs. Niet iedereen bijvoorbeeld gaat niet met zo'n ding aan een sleutelbos lopen, die wel ergens kunnen inloggen. En als dat niet met een wachtwoord is, wel. Nou, antwoord is, dit soort tokens, wat typisch gaat om single device credentials, worden aangevuld met iets wat nieuw is, namelijk multi-device credentials. En dat is begin dit jaar aangekondigd door FIDO. Ik ben blij dat de timing, want ik heb een aantal maanden geleden voorgesteld om hier een prijsje te geven, alleen toen was dat nog niet beschikbaar. Maar inmiddels wel, zelfs waarom dat leuk is. Het verschil tussen die single device en multi-device credentials. We gaan het hebben over dingen die je daarvoor kunt gebruiken. Want je kan stellen dat in de beveiliging. Sommige dingen zijn. Dus in het algemeen kun je zeggen dat een single device credential veiliger is dan een multi-device credential. Use cases inzetten. Vraag eens even, wanneer gebruik je nu wat? Dus daar gaan we het over hebben. De strekking van het verhaal. Maar laten we eerst even kijken, wat is nou precies een passkey? Zoals ik zei, een vervanging voor passwords. Beter, namelijk veiliger. En waarom veiliger? Omdat het de problemen met wachtwoorden poogt op te lossen. Namelijk dat mensen wachtwoorden hergebruiken. Waardoor als er één site gehackt wordt, misbruikt kunnen worden op een andere site. Dat is een probleem. Phishing is een groot probleem, wordt steeds lastiger om daartegen te wapenen. Dat er bijvoorbeeld waarbij alle wachtwoorden worden geplunderd. Dat zijn eigenlijk 3 grote problemen met wachtwoorden waar je, ik kan wel meer verzinnen, maar, dat zou onhandig zijn, maar dit zijn uit security oogpunt 3 grote problemen. En passkeys zijn dus bedacht om dat op te lossen. En dat geldt niet alleen voor passkeys, dat was ook wel voor FIDO credentials waar ik het de vorige keer over had. Alleen nu is het de bedoeling dat ook mensen die niet gaan investeren in tegen dit soort problemen kunnen beschermen. En het antwoord is dus device credentials. Ik zal zo uitleggen waarom het nou precies zo is. En er komt voor dat het ook nog eens eigenlijk makkelijker is om te gebruiken. Dat het iets wel veiliger als makkelijker is. En dat zien we niet van.
security. Dus dat is ook ideaal. En het idee is dat die passkeys worden op een manier dat veel mensen al gewend zijn. Als je bijvoorbeeld een password manager gebruikt, dan sla je die wachtwoorden op. Eventueel laat je ze zien. Vingerafdruk om je wachtwoord te ontsluiten. En jouw browser of jouw password manager helpt je dan om in te loggen. Gebruikerservaring die is eigenlijk overgenomen in. Als je een passkey gebruikt. Ja, als eindgebruiker heb je vaak niet in de gaten dat je iets anders doet dan normaal. Maar onder de motorkap wordt dus een andere technologie gebruikt. Die geen last heeft van phishing en die andere problemen. Maar ja, in die zin is een passkey niet echt iets nieuws. Het is gewoon een FIDO credential. Nee, dus vraag je af, wat is een FIDO credential? Ga ik zo nog uitleggen. Maar passkeys aan zich zijn niet nieuw. Wat nieuw is, is dat je ze bijvoorbeeld synchroniseren via een cloud account. Vaak is het handigst om gewoon een voorbeeldje. Hoe kan ik inloggen als je het hebt? Nog steeds een probleem. De demogoden zijn natuurlijk weer het probleem. Of ik ben het probleem. Dit wat je ziet, dit is een site waarvan ik hoopte dat die vandaag live zou gaan. Passkeys.org. Maar ik heb begrepen dat er nog een bug gevonden is die eerst opgelost. Die bug hebben we als goed is geen last van. Maar één deze dagen zul je op passkeys.org kunnen gebruiken. Een openbare versie. Te illustreren. Hier staat expliciet sign in with a passkey. De vraag is even of je dat op die manier uiteindelijk gaat doen. Maar als ik zeg ja, dat wil ik, dan in dit geval bijvoorbeeld met je Touch ID. En ik gebruik mijn fingerprint in dit geval. En ik ben in. Het is een saaie demo en dat is precies de bedoeling. Want de inloggen moet niet heel ingewikkeld zijn. Maar FIDO credential. Zeg naar wat een FIDO credential is. Niet hier. Dus even een hele korte samenvatting van mijn verhaal van vorige keer. Om even FIDO is eigenlijk een technologie die bestaat uit twee specificaties. De ene noemen we CTAP. En daar heb je waarschijnlijk nooit van gehoord. En dat hoeft ook niet, want dat is typisch iets wat mensen die browsers bouwen, de Apples en de Googles, en soort sleuteltjes maken, die zijn degene die CTAP implementeren. Dat is namelijk een protocol wat gebruikt wordt als ik dit in mijn computer steek. Dan kan mijn browser via CTAP communiceren met zo'n sleuteltje. Nou, veel interessanter is WebAuthN. Dat is wat browsers implementeren. Om het mogelijk te maken dat als je inlogt op een website, dat je dat via dat sleuteltje kan doen. Er zijn twee aparte specificaties. Even uitgelegd hoe die aan elkaar hangen. Stel je hebt een website en hier heb je een client, in dit geval een browser. En je wil inloggen zonder gebruik van een website, van een password. In plaats van wil je een passkey gebruiken. Nou, dan moet er iets in. In plaats van een. Maar niet dat je een passkey gebruikt. Passkey opgeslagen op zo'n sleuteltje, security key. Dus het CTAP. Dus via je USB-poort communiceert je browser met zo'n sleutel. En er wordt een van de protocol gebruikt om die sleutel een handtekening te laten zetten op een challenge van de webserver. En als de link gesigned wordt, dus een sign-algoritme, het werkt. Dan wordt het via je browser teruggestuurd naar je webserver en de webserver die checkt. Klopt dat? Hè? Is dit dezelfde sleutel als die ooit geregistreerd is? Zo ja, dan mag je een vraag. Nu gebruikt jij net je fingerprint sensor van je Mac. Dus daar zit ergens ook nog een OS tussen. Ja, klopt. En dit is een sleutel. Hè? Dus ik had ook deze sleutel kunnen gebruiken, de fingerprint scanner.
gebeurt hetzelfde, maar dan wordt CTAP gebruikt. In mijn demo net werd geen CTAP direct. Maar in principe, op Windows bijvoorbeeld, zit het in je operating system. En daar kunnen browsers gebruik van maken als ze zeggen, nou ik wil nu FIDO inloggen. Maar goed, dus, het hangt er vanaf of je een toetje gebruikt of iets wat er ingebakken zit in je laptop of wat. Dat precies werkt. Het idee is hetzelfde. En vanuit, ik stuur een challenge en ik laat het ding ondertekenen iets wat of op zijn sleuteltje staat of in het platform ingebakken zit. Nog een vraag. Hoe weet de webserver dan dat de ondertekening klopt? Want zonder dat die, dat moet of van tevoren moet een soort van key gemaakt. Ja, dus dan met, er moet een public key geregistreerd worden. Sorry dat de WebAuthn aan elkaar hangt. Dus die API, WebAuthn, die door het World Wide Web Consortium standaardiseert. Die heeft eigenlijk maar twee calls. Eentje is een create call en de andere is een get call. Die create call doe je voor het, op het moment dat je registreert. Dus stel ik heb me geregistreerd, ik heb mijn naam en mijn e-mailadres opgegeven op een website. En die website zegt ook met FIDO inloggen voortaan. Of met een passkey. Wat er dan gebeurt is die bijvoorbeeld op jouw security key een keypair te maken. Waarvan het private deel altijd op de sleutel blijft en het publieke deel via CTAP en je browser naar de webserver wordt gestuurd. Ja, dus dit gebruik je bij eenmalig en elke keer als je inlogt, dan wordt die andere call gebruikt, de get call, om daadwerkelijk te authenticeren. Ja, dus dat is een deel van, op je vraag hoop ik. Even hier een plaatje van hoe het dan uitziet. Hoe doet dan die API aan? Nou, het is een webapplicatie. Hè. Die webapplicatie bestaat uit twee delen, een server-side deel en een client-side deel. Die client-side deel aan de instructie van de genereer een keypair en vervolgens stuurt hij het op naar de server waar het server een database of voor toekomstig gebruik. Ja, en dus dat is dat groene deel is dan de webapplicatie, gedeeltelijk op de server op de client. En het oranje deel, dat is de browser, die dus bestaat uit een JavaScript engine die de client uit JavaScript uitvoert. En van die WebAuthn tab kan praten met een security key. Ja. Laten we even kijken dan hoe dat precies werkt. Ik had het net over challenges en responses. Nou, dat is eigenlijk een vast patroon eigenlijk, hè, in de cryptografie. Public key authenticeren bijvoorbeeld, dan typisch via een van de challenge response. Je stuurt gewoon een random challenge ergens heen en je vraagt onderteken die met de private key die, waarvan ik het publieke deel op de server heb. En nou ja, als je dat antwoord dan terugkrijgt, hè, dan kun je met die publieke sleutel verifiëren. En als je dan oorspronkelijke challenge terugkrijgt, dit respons is alleen maar mogelijk te genereren als je kennis hebt van die private sleutel. Hè, dat is het idee. En omdat je op zo'n typisch waar je die private key in kan beschermen, zodat die er niet meer uit kan, daar komt het idee van die veiligheid vandaan. He, dus dat je dus geen kopie kan maken bijvoorbeeld van zo'n private sleutel. He, dus dat is de reden waarom we het vaak over multi-factor authentication hebben. Want je moet dit specifieke sleuteltje hebben, want daar staat die private sleutel op en die kan er niet uit. Dus ja, als ik zo'n challenge, een respons heb geverifieerd, dat die afkomstig is van dit specifieke sleuteltje. Of in ieder geval van hetzelfde sleuteltje als gebruikt is tijdens de registratie. Is een vraag? How do you prevent the man in the middle? The man in the middle? Ja. Ja, very good question. So how can you prevent hold on. Begrijp je ook Nederlands? Ja. Hoe kun je nou zorgen dat je niet gefixt kan worden? Want je kan natuurlijk ergens tussenin gaan zitten en dan relay je gewoon de challenges de ene kant op en de respons de andere kant op. Hier zie je een site die lijkt over een van de is het niet, dat is een phishing site. Het voordeel van die FIDO specificatie ging tegen phishing in zitten. En hoe werkt dat? Nou, die challenge respons
In dit geval gaat je browser gaat jou helpen om niet in dat jij daadwerkelijk een publieke sleutel hebt geregistreerd bij Microsoft. En je klikt ergens op een link uit een e-mail en je komt in zo'n phishing site terecht. Nee, die phishing site die haalt gewoon een chip bij Microsoft en stuurt die door naar jouw browser. Jij denkt dat je met Microsoft van doen hebt, maar het is dus een phisher. Maar jouw browser zegt nou in die WebN API ga ik jou helpen om te zorgen dat je niet in een phishing trap trapt. Hoe doe ik dat? Nou ja, die browser die weet natuurlijk precies met welke website je communiceert. Hè. Die kan in zijn eigen addressbal kijken. Er staat dan niet Microsoft.com, maar phishing.com of iets dergelijks. En jouw browser injecteert in het channel response algoritme de origin van de website waar je op dat moment mee communiceert. Dat wil zeggen dat hier dus phishing.com meegenomen wordt in de challenge. Vervolgens wordt die via jouw security key gesigned en dan komt de respons terug. Die komt ook bij de server terug. Maar die server, die weet natuurlijk zijn eigen origin meenemen. He, zijn eigen die voorkomt replay. Plus die origin, dat voorkomt phishing. Dus als hier nou een signature is gemaakt met phishing.com in plaats van Microsoft.com, dan zal die signature niet kloppen. He, dus op deze manier kan een webserver checken of er een phishing site tussen zit. Dat is geen compleet antwoord, want je hebt managed, kan ook op andere manieren. Maar dit is het phishing resistance principe van FIDO. Nog een vraag? Nu hebben we dus over de challenge, maar hoe zit het met response en tracking? In principe in dit geval zou ik gewoon elke keer wanneer ik een respons geef een hash kunnen maken van mijn respons. En of ik nou vanuit Timbuktu toe of vanuit hier inlog. Maar hash, is het dan zo dat mijn hash elke keer hetzelfde is? Dus de browser vindt in dit geval hoe mooi in ieder geval. Ja, dat is een goed begrijp is de vraag. Zorgen dat dat respons waarschijnlijk of het geen replay is. Hè? Dus dat die in het verleden ooit een keer is gestuurd. En dat heeft met die challenge te maken. Hè? Die challenge dat is gewoon een random nons. Hè? Dus die server die genereert dat is elke keer anders, nooit hetzelfde. Dus dat betekent dat het respons ook nooit hetzelfde is. Hè? Want die signature die gaat over wel het als de origin. En nog heel veel andere data, maar dat heb ik even weggelaten, anders wordt het heel complex. Ja, maar dit is het principe. Dus een respons van een andere origin wordt niet geaccepteerd, maar een respons die eerder is gestuurd ook niet, want die challenge die is elke keer anders. Is dat een antwoord op je vraag? Ja, ik snap dat die respons nu elke keer anders is. Okay. Ja. Maar dit is de crux, hè. Dit is waarom ik in ieder geval super fan ben van FIDO. Want dit is natuurlijk heel slim. En het mooie is dat alle browsers dit nu ondersteunen. Hè, dus elke browser, of nou Brave, of Safari, Chrome, Edge, noem maar op. Ja, Internet Explorer dan niet, maar. Die begrijp je dit. Hè, die hebben deze API. Er zit hier niet nog een gat in dat als je de sign-up ook via de middel. Als je de wat in de mail doet? Als je de sign-up ook via de man in the middle laat. De signing? Wat? De registratie. Ja, dus de vraag is, als je dit nou de registratie al doet, phishing, dan... ja, dus je moet niet registreren bij de verkeerde site. Die registratie is eenmalig. Mm-hmm. Ja? Dus een beetje, in die zin is het een soort trust on first use. Ja. Maar ik zit even te denken of dat. Dus bij registratie. Kijk, er is een andere manier om die man-in-the-middle te voorkomen. Alleen dat is helaas niet door alle browsers geïmplementeerd. Het is namelijk ook iets als een channel binding, waarbij zeg maar parameters van je TLS-sessie worden meegenomen. Eigenlijk zoals dat ook bij mutual TLS. Meerdere parameters meegenomen in die channel respons. En dat is oorspronkelijk ook bedacht voor FIDO. Dat hebben de browsers niet geïmplementeerd. Ja, dus daar kun je ook, als bijvoorbeeld je DNA gehackt wordt, nog steeds een man-in-the-middle kunnen detecteren. Alleen werkt dat niet voor browsers. Ik wil ook naar het nieuwe. Dus ik moet even wat beginnen.
introduceren. Deze heb ik eigenlijk al een beetje geïntroduceerd in de demo. Je hebt verschillende soorten authenticators. Je hebt roaming authenticators of platform authenticators. Ja, dus roaming authenticators, dat zijn dingen die je van de ene machine naar de andere kan doen. Ik kan hier iets registreren en dan kan ik daar inloggen. Maar wat ik net deed met mijn fingerprint kan dat niet. Want ja, dat zit ingebakken in mijn laptop. Ik kan die niet uit mijn laptop halen. Dus dat is een platform authenticator. Dat is wel even handig om onderscheid te maken. En op één authenticator, of mijn platform of mijn roaming authenticator is, kan ik meer credentials. Dus ik kan, afhankelijk van het type credential, kan ik soms wel oneindig veel registreren. Maar als over iets waar ik nu over ga hebben, dan heb je typisch geheugen nodig. Dus dan is er een limiet aan het aantal. Maar op een, als je een terabyte harddisk hebt, dan kun je daar best wel veel credentials op kwijt. En wat ik nu heb laten zien is via USB, maar het werkt ook via NFC. Dus je kan het op je telefoon doen met NFC of in principe zelfs via Bluetooth. Maar goed, dat kan dus allemaal. Nog één belangrijk aspect. Stel nu dat je een bank bent, en hiervoor werkte ik bij een bank. En daar willen we graag dat we zeker wisten, als iemand met FIDO inlogt, dat dat gedaan werd met een sleutel die ze van de bank hadden gekregen en niet een willekeurige andere. Nou, daar is ook wat voor bedacht en dat heet attestation. Wij zitten namelijk die private keys waarmee je inlogt, een private key die gedeeld wordt met meerdere sleutels. Een soort CA die ingebakken zit in je sleutel, in je security key. En die alleen gebruikt wordt om aan te tonen wat voor een security key jij bent. Dus ik gebruik hier private keys en ik kan dus als webserver kan ik dus om een attestation vragen. En dat wil zeggen dat de sleutel bewijst wat voor sleutel die is. En dan kan ik dus zeker weten dat het een YubiKey is. Ja, en ik kan dus zien dat, oh, dit is een YubiKey bio. Of als ik een andere gebruik, dan is het een ander type YubiKey. Maar ik kan dus zien dat de ding afkomstig is van Yubico. Ja, en er is zelfs waar je kan zien dat het afkomstig is van bijvoorbeeld een bank. Ja, dat is de station. En dat is belangrijk in het volgende, want als we het gaan hebben over multi-device credentials, dan wil je vaak voor verschillende use cases onderscheid maken tussen zeg maar die hardware sleutels en sleutels die via een cloud account worden gesynchroniseerd. Ja, en daar gebruik je dan attestation voor. En hoe werkt dat dan? Ja, daar zit een aparte FIDO-dienst, de metadata-dienst, is een grote graabak van allerlei authenticators, platform authenticators. En dan kun je gewoon opzoeken van, als ik een ondertekende attestation krijg die ik kan verifiëren dat het zeg maar met een klassieke PKI terug te relateren is aan een root certificaat van Yubico, dan weet je, dit is dus een sleutel van Yubico. En dan kun je in de metadata service precies zien van wat voor element is het? Is dit gecertificeerd misschien? Je hebt nog een certificeringstraject. Al dat soort informatie is beschikbaar als metadata in de FIDO metadata service. En hier heb ik bijvoorbeeld iemand heeft een metadata is gewoon een hele grote JSON file, of een JSON web token eigenlijk. En die heeft een applicatie gemaakt waar je dat makkelijk mee kan bekijken. En hier zie je dan een voorbeeld van een YubiKey 5. Maar andere vendors staan natuurlijk ook in. En dan kun je bijvoorbeeld zien van oké, dit is eentje die heeft een secure element, dat is een USB dingetje. Je kan een certificatie level opzoeken. Nou, allerlei informatie waarvan je dus zeker kan weten dat die klopt met een sleutel die geregistreerd is. Nee, want dit gebeurt typisch tijdens registratie. Want dan moet je gaan beslissen, accepteer ik deze sleutel of niet? Nou, attestation. Goed. Dan gaan we nu even inzoomen op alles wat nieuw is. Dit bestond eigenlijk al 3 jaar geleden toen ik eerder het verhaal hier hield. Maar er is dus nu iets nieuws. Ik noemde net al device credentials. En welk probleem probeer je nou op te lossen? Nou, een van is waar mensen mee hadden als ze bijvoorbeeld een sleutel kwijtraken. Stel je hebt net op 100 sites een YubiKey geregistreerd en je laat die YubiKey in de pomp vallen. Dat is een probleem. Vandaar dat we natuurlijk adviseren om 2 YubiKeys te kopen. dat is interessant. Maar dat betekent wel dat elke keer als je ergens registreert, dat je dus met 2 sleutels mee moet rondlopen. Hè? En normaal zou je zeggen, weet je, ik leg eentje in de kluis en als ik dan die eentje kwijt ben, misschien moet je allebei registreren. Dus dat is gewoon niet praktisch. Ander probleem is natuurlijk dat
heel veel gebruikers die wat minder security-minded zijn dan jullie. Denk ik, ja, ik ga daar niet geld in uit. De adoptie van FIDO ja, niet universeel is. En de doelstelling van de FIDO Alliance is voor uit te roeien. Gewoon geen wachten meer. Maar dan moet je dus iets voor mensen doen die niet bereid zijn om te investeren in zo'n hardware sleutel. Dan is het zo, dat, ja, stel nu dat je zegt, okay, ik ga helemaal FIDO. Dat gaat niet in één nacht, hè. Over één nacht. Het is geen flag day waar je kan zeggen, van, ja, nu gaan we over op passkeys. Wachtwoorden doen we niet meer. Dat zal een lang traject worden, hè, waarbij je mensen aanbiedt om je wachtwoord te vervangen door passkeys. Dus Microsoft heeft dat vorig jaar gedaan, of een paar jaar geleden. Dan kreeg je een mailtje van, nou ja, wil je je wachtwoord verwijderen? Ja, als iedereen die een FIDO credential had geregistreerd bij Microsoft, die kreeg dan de optie om het wachtwoord gewoon weg te gooien. Want die heb je niet meer nodig. Hè, maar een traject wat heel lang duurt en in de tussentijd moet je ze dus allebei ondersteunen, zowel passkeys als passwords. En ja, dat betekent dat je loginproces ingewikkelder wordt in plaats van eenvoudiger. Dus hoe ga je dat doen? En ander probleem, stel nu dat ik ik heb geen YubiKeys, maar ik gebruik mijn telefoon. Dus ik heb op mijn telefoon heb ik zo'n credential, dus ik kan mijn telefoon ergens inloggen. Maar nou wil ik op mijn laptop inloggen, maar dat credential staat op mijn telefoon. Hoe kan ik dan zorgen dat ik ook op mijn laptop kan inloggen? Het zou mooi zijn als ik mijn telefoon ook als roaming FIDO authenticator kan gebruiken. Ja, alleen dat kon dus niet voorheen, maar nu wel. Dus hoe zit dat? Laten we eerst even naar het eerste probleem kijken, dus die device loss. Dus oplossingen als buyer backup, ja, dat is leuk voor vendors, maar niet voor eindgebruikers. Ik kan ook zeggen, nou weet je wat, dan moet er gewoon een recovery proces komen voor websites, maar ja, dat recovery, dat uiteindelijk loopt dat dan vaak weer via een wachtwoord. Hè? Dus je krijgt een password reset of zo, ja, en dan log je met een wachtwoord in bij je mail provider en dan zit je steeds aan zo'n wachtwoord vast. Dus dat is niet echt een oplossing. Dus wat er sinds vorige maand beschikbaar is met iOS 16 en sinds vorige week met Android, is multi-device credentials. Hè, dus dat is specifiek bedoeld voor consumers. Voor banken en andere enterprises, maar voor consumers die gewoon altijd met ja, gewend zijn de wachtwoorden, om die tegemoet te komen om te kunnen inloggen met een passkey op een manier die ze al gewend zijn, namelijk via een password manager. Niet iedereen gebruikt password manager helaas, maar de user experience is vergelijkbaar. Maar wat je daar dus voor nodig hebt, dat zijn multi-device credentials. Wat zijn multi-device credentials? Ja, eigenlijk zijn het gewoon dezelfde FIDO credentials waar ik het net over had. Alleen die typisch leven in een platform authenticator, zoals je telefoon of op je laptop. En die gekoppeld zijn aan een cloud account. Voor mensen die een cloud account gebruiken natuurlijk. Maar stel dat je op Apple werkt, nou, dan heb je typisch iCloud. Ja, dus als je iCloud gebruiker bent, zullen FIDO credentials, dus passkeys die je registreert op je iPhone, zullen automatisch gerepliceerd worden via iCloud. Zodat je ze ook beschikbaar hebt op je laptop. Vraag. Nou ja, dus de vraag is, waar is dat verhaal over de secure element dan gebleven? Want er zit dan geen secure element, dat klopt. Want normaal gesproken, als ik een YubiKey gebruik, ja, dan zit daar een secure element in. En de private key kan daar niet uit. Maar als ik mijn telefoon gebruik, er zit ook een secure element in. Maar de private key zelf wordt dan niet in het secure element opgeslagen, maar ergens anders, weliswaar beveiligd met een sleutel die wel in een secure element staat. Maar die private key is dus exporteerbaar, want hij zou het kunnen synchroniseren naar een ander systeem. Dus dat is een goede opmerking. Qua security is het dus minder sterk dan een hardware sleutel. Maar als je de problemen met wachtwoorden bekijkt, dan is het veel, veel sterker dan een wachtwoord. Ja, dus je bent dus in die zin een soort multi-factor ben je kwijt. Ja, want ja, in principe, een credential kan repliceren, kun je afvragen, ja, dan is het dus niet meer een what you have factor. Want ja, je hebt dus niet meer per se die telefoon nodig om ergens in te loggen, want je kan ook een andere telefoon gebruiken. Ja, dus dat ben je kwijt. Dus het is minder veilig dan als je het op een security key zet. Maar voor mijn moeder is het een hele goede oplossing. En meer in het algemeen voor
low assurance accounts, hè, dus waarbij je niet inlogt bij je bank of weet ik wat, iets wat je heel belangrijk vindt, daar is het minder voor geschikt. Maar voor jouw bol.com account, mits je daar niet al je creditcards hebt geregistreerd, is dat natuurlijk prima. Vergeleken met... dat hangt er vanaf hoe goed ze in het tegen van Apple en Google zijn. Ja, ik vertrouw wel op Google. Ja, nee, maar dat is zeker zo. Hè. Dus... En Apple heeft iCloud in open source gemaakt, dus je kan kijken of dat allemaal wel snor zit. Je moet... Een track record is in principe redelijk goed, denk ik, want ze bestaan al best wel lang en er is, ze hebben het in ieder geval heel goed onder pet weten te houden als het, mocht dat ooit gebeurd zijn. Hè, dus je moet wel Apple of Google vertrouwen. En heel veel mensen doen dat niet. Dus daarvoor hebben we gewoon security keys. Daarachterin nog een vraag. Make users a promise of providing a much stronger security system and then, I mean, exactly the people you're talking about will not understand that they are uploading security keys to the cloud. The biggest challenge in their security. Ja, dus de opmerking is een valse belofte eigenlijk. Dat als je belooft van nou, dit is allemaal super beveiligd, terwijl je iets kopieert naar de cloud. Ja en nee, denk ik. Maar je hebt mensen die dit begrijpen wat ze aan het doen zijn en mensen die het niet begrijpen. En mensen die het niet begrijpen zijn typisch ook mensen die dit niet heel erg vinden, denk ik. Dus de mensen die echt hun security heel belangrijk vinden. Ja, die zullen wel even zo'n pop-up wel even lezen wat daar nou precies staat. Hè, dus er staat dan, en ik kan het zo even laten zien. Wil jij jouw credentials synchroniseren met iCloud? Ja. En ik denk dat de mensen die dat niet willen, die gebruiken ook geen iCloud. Hè, de mensen die iCloud aan hebben staan, die wordt dit aangeboden. Ja, en als je... Ik synchroniseer liever mijn passkeys met Apple dan mijn password. Ik moet er even bij zeggen dat die en dit moet je geloven, want dat kun je niet opzoeken. Je kan niet in de source code kijken, maar Apple en Google die hebben een speciale pagina waarin ze uitleggen hoe ze dit doen. Waarbij de versleuteling end-to-end is. Dus Apple zelf kan niet bij de passkeys die opgeslagen worden in iCloud. Voor de gelovers. Ik zag hier nog een vraag. Ik sla nu niet hier mijn hele groep van gebruikers over. Ik heb een MacBook, ik heb een Android, ik heb Bitwarden. En ja, oké, het is onhandig om dat paswoord te kopiëren van Bitwarden naar website. Maar goed, die plugins die helpen. Maar nu kan ik plotseling niet meer hetzelfde gebruiken. Ik begrijp het helemaal, want waarom kun je, wat kun je niet meer gebruiken? Across ecosystem. Mijn huidige oplossing is wel across ecosystem. Oh ja. Dus de opmerking is van, nu heb ik een login bij Apple of bij Google. He, ik kan dus niet... Ik gebruik altijd, maar ik moet nu twee authenticators maken. Twee keer. Is er ook een oplossing die toch Android naar mijn MacBook te krijgen? Ja, dat is een goede opmerking. Dus ja, ik hoorde Yuki, hoorde ik inderdaad. Dat vind ik een hele goede oplossing, maar er zijn andere oplossingen. Maar het is op dit moment zo dat Apple en niet doen. Dat vind ik helemaal niet. Nee. Ik wil zelf mijn credentials beheren. Ja, maar dat kan. Dat kan dus niet. Jawel, want je kan geen iCloud gebruiken, dan wordt er niks gesynchroniseerd. Je kan niet exporteren van Android naar MacBook, maar je kan wel zeggen van ik gebruik mijn Android MacBook te bootstrappen. Mm-hmm. En dan kan ik allebei gebruiken, alleen heb ik wel twee verschillende credentials. Maar dat maakt niet uit, want het zijn twee verschillende private keys, maar who cares. Ja, maar ik hoef dan niet twee keer te registreren. Nee, jawel, als je op een nieuw device komt, dan moet je dat bootstrappen. Dus of je zegt van nou, ik gebruik hier die synchronisatie en ik kan gewoon inloggen. Ja. Of je zegt nee, ik bootstrap een nieuw device zonder iCloud. Mm-hmm. En ik zal zo laten zien hoe dat gaat.
Okay. No? Ik moet wel even door, want ik ben heel blij met de vraag. Nog even een korte vraag. Maar mijn bank bepaalt of ik dit kan gebruiken of niet. Ja. Dus een bank zal zeggen, nee, dit kun je niet gebruiken. En dat heeft met PSD2 te maken. Hij gaat inloggen. Ik denk dat heel veel sites heel blij mee zullen zijn, want die zijn dan ook van het phishingprobleem af. We hebben single device en multi-device en hier even wat afwegingen. Hè. Dus high security, low security. Maar je zou dus kunnen zeggen, nu is het voor elk wat wils. Hè. Niet alleen voor ons, hè, waar wij graag hardware gebruiken, maar ook voor de gewone stervelingen die gewoon makkelijk willen kunnen inloggen. Ik heb een demo, die sla ik even over, want ik gezien de tijd. Deze kun je gewoon zelf proberen. Hè? Want als je een Android of een iOS device hebt, je moet dus wel ingelogd zijn met iCloud of Google Password Manager. Hè? Maar als je dat niet hebt, doe dat even op een ander systeem. Maar deze site live is deze week. Hier gewoon testen en er zijn ook de iPhone. En vervolgens registreren op de ene Android en login op de andere Android. En dan zul je zien dat als jij die passkeys hebt, dat ze automatisch gerepliceerd worden. Een kwartier geleden? Werkt die docs nog niet? Je... Nou, deze site niet, nee. Nee. Maar er zijn andere sites. Ik heb aan het eind van de presentatie, ik heb ook links opgenomen. Slides komen beschikbaar en dan kun je helemaal subklikken. Dus wat er nu interessant is dat in september kwam iOS 16. iPadOS 16.1 en 24 oktober ook macOS. Al deze platformen die hebben passkey, multi-device credentials moet ik zeggen, geïmplementeerd. En die worden dus in iCloud opgeslagen. Apple doet nog iets waar jullie misschien kanttekeningen bij plaatsen. Die laten ook hun credentials sharen met AirDrop. Hè. Dus ik kan mijn credential sharen met jou door hem gewoon te AirDroppen. Of je dat wil, nou, daar mag je zelf over nadenken. En hier een link over hoe zij claimen dat beveiligd te hebben. En voor Google is dat eigenlijk sinds deze maand. Ik geloof dat zelfs niet iedereen het al heeft. Hè. Dat wordt gefaseerd uitgerold. Maar dat gaat via Google Play Services, dus die moet je even updaten. En dan kun je dat ook op Android gebruiken. Ja, en bij Google kun je niks airdroppen, dus in die zin is dat misschien minder handig, maar misschien wil je wat veiliger. Nou, dit is even waar we het eigenlijk al over gehad hebben, van hoe moet je dit nou positioneren? Nou ja, dat hangt er vanaf, zit je in een consumer scenario of in een enterprise scenario? Ja, dus voor consumers is het waarschijnlijk prima. Voor enterprises zul je typisch naar de hardware moeten. Maar beiden zitten in ieder geval ver meer naar rechts dan als je OTP's gebruikt. Van OTP's die zijn gewoon phishable. Hè. Dus OTP is leuk tegen replay, maar helpt je niet bij phishing. Copyable doen dat wel. Of multi-device credentials. Goed. Even heel kort iets over die transitie waar ik het eerder over had. Hoe doe je dat? Je krijgt dus een gecompliceerdere user interface, bijvoorbeeld waar je moet kiezen. Wil je met een passkey of een password? Nou, veel mensen zullen dat niet begrijpen. Dus daarvoor is iets bedacht, namelijk conditional mediation. Ga ik ook even niet laten zien, probeer het zelf een keer. Het idee is namelijk, als je een username en password veld hebt, dan is er een nieuwe API in jouw browser die gaat vragen aan het platform, heb je een passkey? Dus als je dan op een username of password veld klikt, dan krijg je automatisch een pop-up met de vraag, wil jij misschien een passkey gebruiken? He, veel mensen zullen niet meer weten, heb ik hier eigenlijk een passkey geregistreerd of een password? Nou, op het moment dat je probeert in te toetsen, dan zal jouw browser zeggen, hey, passkey, wil een passkey? En als je gebruik die passkey, dan kun je dus eigenlijk dat wachtwoord kun je gewoon wel weggooien. He, dus dat heet conditional mediation en dat gaat eigenlijk gewoon via... Zo ziet het eruit. Ik ga het ook even niet demo gezien de tijd. Ja, dus ik klik daar op een username en ik krijg daar John. Ik heb het blijkbaar als John geregistreerd met een passkey. En hier vraagt hij dus, wil je met een passkey voor deze website inloggen? Ja, dus voordat ik de kans krijg om dat wachtwoord in te typen, waar ik denk van nou, misschien is dat het wachtwoord wel, word ik al gewoon in de browser. Ik zeg nou, gebruik maar een passkey. Nog een vraag? Ja, dat moet dan bij de registratie dus ook min of meer op die manier gebeuren. Als je account registreert, wordt dan zeg maar onder water een passkey aangemaakt.
Moet je dan ook expliciet zeggen, nee, ik wil een paswoord gebruiken en dan registreer je een nieuw paswoord? Of en dan expliciet kiezen, nee, ik wil hier een paskey gaan gebruiken? Nou ja, kijk, typisch heb je ooit geregistreerd met een wachtwoord en die site die zegt, nou, ik wil graag dat mijn gebruikers passkeys gaan gebruiken. Dus op het moment dat iemand inlogt, dan kan ik hem vragen, wil je misschien een passkey registreren? En dan is het gewoon weer zo het create verhaal waarbij je dus een passkey registreert. En vanaf dat moment dan gaat het even om een platform authenticator in jouw browser die passkey aangemaakt. En de volgende keer dat je daar terugkomt om in te loggen, kan jouw browser dus zien, hè, als dat gebruikt. Dus de webapplicatie kan vragen aan de browser, heeft deze gebruiker misschien een passkey? En als dat antwoord ja is, dan krijg je dus deze pop-up. Sorry, ik zit op de verkeerde slide. Ik krijg deze pop-up, ja, log maar in met die passkey. Ja, dus om het zo mogelijk voor de gebruiker te maken, dat betekent dus niet een loginpagina hoeft te maken met twee opties. Linksaf of rechtsaf. Nee, zolang je niet van de wachtwoorden af bent, zeg je nou, hier is een wachtwoordveld en als je username in toetst, dan krijg je al meteen de vraag, hey, mij maar een passkey. Nou even een andere vraag terugkomen. Tot slot, cross-device authentication. Stel nu, ik heb twee ecosystemen. Ik heb een Android-telefoon en ik heb een MacBook. Het is Google, de andere is Apple. Van Google naar Apple gaat en andersom. Stel nu dat ik een nieuwe MacBook koop en ik heb mijn oude MacBook al gewist. Gelukkig heb ik nog wel op mijn Android een credential staan. Maar die wordt dus niet gesynchroniseerd met die MacBook. Dus als ik mijn MacBook geïnstalleerd heb, ja, dan heb ik geen passkeys op die MacBook. Nou, daar is ook iets voor bedacht. Dat heet cross-device authentication. En misschien heb je het al een keer gezien. Dat is die QR-code die je wel eens... dat is niet zo lang, dus ik heb het nog niet gezien. Maar je kan dus... Als je gaat inloggen kun je dus kiezen van, nou ja, ik wil niet inloggen met dit device, maar met een ander device. En dan krijg je een QR-code. Het idee van die QR-code is dat je daarmee op je Android-telefoon in dit geval die QR-code scant. En telefoon een authenticator gebruikt. Dat protocol wordt dan via een cloud-tunnel tussen jouw laptop en je Android-telefoon wordt een tunnel opgebouwd, end-to-end encrypted. En daarover wordt dat CTAP gedaan. Dus eigenlijk je telefoon een draadloze FIDO authenticator geworden. Ja, dat is hier wat use cases. En dat aan de grond ligt, dat heet hybrid. Vroeger heet dat cable. De slides. Dit is hoe dat ongeveer werkt. Ga ik nu niet uitleggen, want daar heb ik geen tijd voor. Nou, hopelijk heb ik het voldoende uitgelegd. Hè. Dus er wordt via het internet eigenlijk gezorgd dat je cross-device een FIDO credential kan gebruiken. Nou, ik heb ook nog iets over device public keys, dat sla ik even over. Dat is namelijk nog niet, dat is alleen een beta beschikbaar op Android, dus dat is niet, dat is nog niet. Ik heb ook nog een link naar deze pagina, waarin je kan zien wat is de status, want dit is nou al zo nieuw, dat is nog niet overal beschikbaar. Dus bekijk dat eventjes. Hier staan alle links. Hè, de PDF wordt rondgesmeeld. Bekijk het. Dan is mijn tijd op. Dankjewel. Ik denk dat we voldoende vragen tussendoor behandeld hebben. Als je nog meer vragen hebt, schiet me even aan. En dan, We hebben geen tijd meer, maar je bent er... Ik ben er de hele avond.